Yo YouTube en yo scholieren van vrienden van mijn scholieren en zo. Wist je dat Einstein nooit zijn muur had kunnen afbouwen, want hij had maar Einstein. Einstein. De middelbare scholen in Nederland, die kennen we inmiddels wel. Toetsen, kerstgala als het mee zit. Je hebt een SO'tje, je hebt de eindexamens. Je HAVO duurt lang. Als je nog misschien veel leuk school hebt, dan heb je misschien af en toe een studiedag en een werkweek waar je met z'n allen weggaat. Nee, we hebben in Nederland hebben we de verschillende niveaus, namelijk ja, HAVO, VWO, noem het allemaal maar. Maar in Amerika, jongens, nu komt de plot twist. In Amerika is het allemaal anders. In Amerika heb je de dingen die ik net heb je veel beter. En daarom vandaag in Spijbeljur de top 5 dingen die een high school heel toffer maken dan een middelbare school in Nederland, want dat is echt werk. Nummer 1, de kluisjes. Oké, wacht. Wat kan je er in Nederland instoppen? Een Nederlands boek. Noem eens iets. Oh, hij zit hier vol, toch? Ja. Kan je er in Amerika opstoppen? Wat kan je erin stoppen? Je kan er fastfoodmaaltijden, gala-kostuums, gitaren, gymkleding, boeken, noem het allemaal maar op. Alles wat je eigenlijk wel in je hoofd kan halen, dat niet heel erg groot is natuurlijk. Ik bedoel, het zijn kasten van kluisjes. Je kan er bijna alles in stoppen wat je hartje bekeert. Oké, bij school in Nederland heb je natuurlijk wel sporten en zo. En je gaat wel één keer in de week heb je 2 uur gym. Maar dat is het ook wel. Op een high school zijn eigenlijk gewoon vaak enorme sportvelden aanwezig. Waar je tijdens school in een tussenuur, in de pauze of na school gewoon kan chillen met je vrienden. Kan voetballen, kan American voetballen, kan honkballen. Wat je maar wil. Dus op een high school ben je verzekerd van een gezamenlijk sportief gevoel. En je kan daar met je vrienden gewoon sporten. En hou je niet van sporten, dan komt het beste van dit hele programma. Dan kan je natuurlijk voor de vrouwen, kunnen mannen dat ook? Ja? Ik zie iemand ja knikken. Ja, dan kan je cheerleader worden. Dus, meisje. Ik praat nu wel de hele tijd over Amerika, maar jij wil natuurlijk weten hoe gaaf dat daadwerkelijk is. En je wil erheen. Dat kan, want er wordt een reis weggegeven namens EF. En die staat bovenaan in de beschrijving. Linkje moet je klikken en dan... Ja. De gele schoolbussen. En jongens, deze kan niemand verslaan. Dit zijn echt de robuuste gangsterbussen. In Nederland heb je van die lelijke groene connectionbussen waar je elke dag mee naar school moet. Maar in Amerika hebben ze gele bussen. En nee, je zit niet naast een omaatje als je daarin zit. Je zit ook gewoon met al je vrienden die ook met die bus naar school gaan. Naar de high school, vanuit huis. Want je wordt gewoon opgehaald voor je huis met een gele bus. Dus even, je zit niet met gestreste 40e mensen die hun nagels zitten af te bijten in de bus. Die eigenlijk op een elektrische fiets moesten rijden, maar dat niet doen omdat ze daar net geen geld voor hebben. Nee, je zit gewoon met je maten. Kingst. Als je in Nederland op school komt, ben je de eerste 2 jaar ben je de brugpieper, de brugger. Ja, veel vaker ben je eigenlijk gewoon de kutbrugger, maar dat maakt niet uit. Als je in een hogere klas komt, dan ja, stroom je door, dan word je, ja, hoe noem je dat, bovenbouw. In Amerika, daarentegen, heeft elk jaar zijn eigen naam. De Amerikaanse bruggers worden bijvoorbeeld freshmans genoemd en freshman houdt in, I'm a freshman. Ja, maar freshman klinkt veel cooler dan kutbrugger, weet je. Kijk, freshman is gewoon in, I'm freshman. Het jaar daarop, dit wordt kut. Het jaar daarop ben je een sophomore. Het jaar daarop ben je een sophomore. Als je iemand weet hoe je dit moet uitspreken, schrijf het op. Oké, het jaar na het eerste jaar, dus na het kutbruggerjaar wat ze niet in Amerika hebben, ben je een sophomore. Het jaar daarop ben je een junior en het jaar daarop ben je een senior. En als je bent afgestudeerd, dan komen we bij nummer 5. Nummer 5! Nee, in Amerika is het, als je je eindexamen hebt gehaald, dan ben je een senior prom. En prom staat voor gala, dus ja. Nee, dat ben je niet. Het is gewoon meer, als je gewoon geslaagd bent, dan heb je dat zieke feest. En dat heet een senior prom. Nee, dat ben je. Jij bent dat feest. Oké, als je geslaagd bent, dan heb je een senior prom. En een senior prom is voor de afgestudeerden. En dat is het lijpe feest van Amerika. Dat is zeg maar project X haren, maar dan keer 20. En dan op een school, als je afgestudeerd bent. Maar ken je dat moment dat al die scholieren hun hoedje afpakken? Welk hoedje, Levi? Oh boy. Ik voel me net zo'n kat. Die dan achter zijn eigen staart aan rent. Oké, ken je dat moment dat je kent vast wel zo'n filmpje. Dat al die scholieren dat hoedje zo in de lucht gooien. En dan gewoon klaar zijn met een opleiding. En daarna komt dat zieke feest, dat project X haren. Op een high school wordt tenminste een echt feestje gevierd in plaats van zo'n wack half kerstgala. Op een high school heb je DJ's, super mooie ruimtes, super goed versierd. Grote ruimtes, veel mensen, leuke mensen en iedereen die allemaal vet intelligent is, want iedereen heeft zijn eindexamen gehaald. Dan sta je daar niet. Wil je de highlights van Amerika zien, dan heb je het waarschijnlijk al meegekregen. Maar EF die gaat een reis weggeven. En dat kan jij winnen door te klikken op het linkje in de beschrijving. En dat doe je samen met een groep studenten. Dan ga je allemaal super vette plekken bezoeken. Zoals ik zei, de highlights. Hollywood, Las Vegas, Grand Canyon. Wil jij meedoen aan deze niet zo
Wil jij meedoen aan deze winactie? Dat kan prima. Dan moet je eventjes klikken op het bovenstaande linkje in de beschrijving. En dan maak jij gewoon kans op een super vette reis naar Amerika. Om daar alles te bezoeken. Vind jij een week nou te kort? Check EF dan. Want die kunnen jou helpen dat jij een jaar lang op een high school gaat studeren in Amerika. Dus dat is super gaaf. En ja. Vond je dit een leuke video? Doe natuurlijk zo'n blablabla duimpje omhoog die niet meer blauw is. Maar doe hem wel omhoog. En ben je nieuw op scholieren.com? Klik dan op abonneren. En dan checken wij jou weer de volgende aflevering van Spijmoeder. Ja. Like en subscribe.